It's time for Donut D-Day. No, I'm not talking about this kind of donut. I mean this kind of donut, the kind in which we meet the needs of all people, but we do so within the means of this one incredible planet. Alasis et al. Maar we maken het steeds kapot. Zullen we samenwerken? Aan een wereldwijd complot, want alles is er al, er is genoeg voor iedereen. Laten we samen delen, want dat kan ik niet alleen. Terwijl alles er al was, maar het moet steeds meer en groter. Waarom eigenlijk? Ecocide is te meten aan de duur. Het gaat om de grootte en het gaat om de impact. De donut gaat over het eerlijk delen. Waar vind je 5% korting? Bij de Florijn. Dit gebeurde dankzij fossielvrije groepen. Zo breken burgers de macht van de fossiele industrie. En ik kan u zeggen, het is heel erg effectief voor mensen om de trein te nemen. Het moet allemaal anders. Het moet zelfs wat minder. Het wordt misschien wel duurder. In ieder geval anders. We weten het ook allemaal nog niet precies. En we hebben pas effect op de lange termijn. En misschien zijn we al niet eens meer op tijd voordat er echte ontwrichting komt. Idioter. Hey! Idioot! Overheidsschuld, die kan gewoon naar nul. Wij kunnen gewoon geld drukken om onze staatsschuld af te betalen. Dat recht hebben wij. Het enige waar we voor moeten zorgen is dat die hoeveelheid geld in die economie zo is dat die prijs stabiel blijft en dat die economie stabiel blijft. En wie kan dat beter sturen dan Klaas Knot? We moeten nu opereren vanuit de gedachte dat als we een toekomst willen geven aan onze kinderen en kleinkinderen, dat we onze hele economische en maatschappelijke orde instellen op het voeden en onderhouden en kan het zijn uitbreiden van het natuurlijke kapitaal. Want alleen dan kunnen we een toekomst aan het leven geven.